Hallo lieve kijkers en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderen speelgoedkanaal. Ik ben Dr. Wiebertand en welkom bij een nieuwe video. Lieve kijkers, we gaan een hamburger maken en eten. Vandaag gaan we eindelijk de Play-Doh Burger Party testen. Joehoe! Dr. Wiebertand, wat doe je daar? Dat is mijn intro. Ben jij er ook? Ik wilde vandaag eigenlijk zonder jou een video maken. Sorry, je wil zonder mij een video maken. Zeg, dat is gemeen, hè? Ik heb het besteld en ik wil er ook graag mee spelen. Ja, oké, vooruit. Je mag er ook mee spelen. Wat vind je hiervan? Ik eet het eten op en jij maakt het klaar. Dus jij speelt er ook mee en kookt voor mij. Oh, wauw. Je bent wel echt brutaal, hè? Nou, goed dan. Oké, dat zullen we doen. Dat kan wel. Nou, zoals jullie net hoorden, ga ik hamburgers maken. We gaan deze barbecue set uitproberen. We gaan ook wat worstjes maken. Wat dacht je eigenlijk van een hotdog? Dat ziet er ook wel lekker uit. Maak er dan wat frietjes bij, hamburger. Misschien ook nog een toetje als je je gedraagt. Nou, laten we beginnen, dokter Jotant. Jij mag weer even aan de kant. Dus, ik heb dit allemaal al voorgesteld aan jullie in een vorige video. Onze unboxing video. En vandaag testen we de set dan eens uit. Oké, wat maken we als eerste? Ik zeg, we beginnen met de hamburger. We hebben dan natuurlijk klei nodig. Die zat er al bij. Dat zijn deze. Dit is dan voor het broodje. En dit wordt dan het vlees. We hebben natuurlijk twee stukjes brood nodig. De nieuwe klei is altijd vers en zit altijd nog heel goed dicht. Zo lieverd, we zijn klaar. We hebben hier een overheerlijke hamburger. Je ziet hier het brood, het vlees. Dan hebben we hier een plakje kaas, tomaat, sla en natuurlijk bovenstukje van het broodje. Nou, heel lekker ziet dat er natuurlijk uit. Dan, als tweede heb ik hier nog een nieuwe creatie van mij. Hier hebben we een braadworst met XXL frietjes. Heel belangrijk. En een beetje mayo erop. Een stuk watermeloen voor toe. Watermeloen vind ik echt super goed gelukt, als ik dat even mag zeggen. Die is toch prachtig, of niet dan? Nou, dokter Wiebertand, kom er maar weer bij. Het eten is klaar. Yay, joehoe, eten. Oh, wauw, dat ziet er echt heel lekker uit. En het ruikt ook nog eens heerlijk. Oh, ik moet zeggen, dat heb je heel goed gedaan, hoor. Nou, dankjewel, bedankt. Nou, wil je direct beginnen met eten? Absoluut, maar waar ga ik beginnen? Ik wil eerst de hamburger eens proberen, ja. Dat is geen probleem. Dan zou ik zeggen, smakelijk, doe je mond maar open. Dat is lekker. Ho, dat was lekker.
vlees was zo mals en dan die frisse tomaat en sla erg lekker. Echt uitstekend gebakken. Nou, mag ik verder eten? Ik wil graag de watermeloen eens proberen. Oké, dan doe je mond maar open. Dat is echt lekker. Ik wil verder eten. Ik wil de rest ook. De frietjes. Ja, de frieten. Nee. Weet je wat? Gooi maar gewoon alles in mijn mond. Ik heb zoveel honger. Hallo, ben jij gulzig? Zegt dokter Wierotant. Zou je niet even rustig aan doen? Evalueren? Ja. Je hebt het supergoed gedaan. Maar kip de rest maar gewoon naar binnen. Mijn tand. Mijn tand. Hij is gevallen. Oei, dokter Wierotant. Dat ziet er niet goed uit. Maar gelukkig voor jou ben ik ook tandarts. Dus ik zet hem gewoon weer voor je terug. Komt helemaal goed. Zo. Hop. Perfect. Nu blijft hij wel zitten, hoor. Ja, oké. Dan is alles weer in orde. Maar een echte tandarts zou dat meteen de eerste keer goed doen, hoor. Goh, je bent echt ongelooflijk. Hier, eet maar verder en zeg maar niks meer. Mond open, alles erin. En dan... Wow. Oké, je mond zit echt helemaal vol. Nou ja, smakelijk dan maar, hè. Frietjes. Ik ben gek op frietjes. Oh, dat was lekker. Oh, manno. Dat heb je echt ontzettend goed gebakken. Goed gebakken. En wat eten we nu? Daar moet ik nog even over nadenken. Wat hebben we verder ook weer besteld? Oh ja, we kunnen de komende dagen nog eens flink ontbijten samen. Ik heb een ontbijtset. Die hebben we ook al voorgesteld. Oh, super. Ontbijten. Ik ben gek op ontbijt. Joehoe. Nou, lieve kijkers, zoals je wel ziet, vond Dr. Wierotant het heerlijk om dit te eten en te testen. Gemaakt met deze barbecue set Burger Party. Iedereen houdt van hamburgers en van frietjes, dus dat is sowieso lekker. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Als de video je beviel, geef dan natuurlijk even een duimpje. Verder kun je je gratis abonneren op ons kanaal. En dit was het weer. Hopelijk tot de volgende keer. Dit was onze hamburgertest met Dr. Wierotant. Doei!